Magazine kijkt terug op een enerverende zomer. Muziek, bloemen en windmolens. En Valkenburg maakt zich op voor de 1072ste paardenmarkt. Dit is RTV Magazine. Hartelijk welkom bij weer een nieuw seizoen RTV Magazine. Deze eerste aflevering kijken we terug op een bijzonder gevulde zomer vol evenementen. We beginnen met het Noordzee Zomerfestival dat in augustus jong en oud vermaakte in de Witte Tent aan zee. Van 4 tot en met 13 augustus stond de Witte Tent op het evenementenplein bol van de activiteiten voor jong en oud. Klederdracht, bingo, sport, koffieochtend, een Lego-wedstrijd, schatgraven, touwtrekken in de branding of meezingen met een shantykoor, het kon allemaal. En zoals ieder jaar was het programma van het Noordzee Zomerfestival voor het grootste deel vooral gevuld met muziek. Elke avond had een ander thema en iedere avond ging het dak eraf. De laatste dag van het Noordzee Zomerfestival was zaterdag 13 augustus en juist op die dag trok de kleurrijkste stoet van Nederland door Rijnsburg en Katwijk. De Flower Parade, natuurlijk traditiegetrouw, het publiek rijde dik langs de kant van de weg om de vele met bloemen versierde voertuigen te bewonderen. De Flower Parade trok voor de 71ste keer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk en had dit jaar als thema Best of Holland. De praalwagens brachten een ode aan Nederlandse uitvindingen, producten en bezienswaardigheden. RTV Katwijk deed live verslag van het corso met Carolien van Egmond als commentator. Deze is aangeboden door een bekend hotel in Noordwijk. Nou, we zien alle plaatjes die ons oranje gevoel versterken. Hè? Voetbal, onze koning. En Noordwijk viert natuurlijk het feit dat hij... En het laat ook duidelijk zien dat er natuurlijk in Gerbere soort ook heel veel kleur en variatie is. Een rolluikenwagen. Nou Hans, jij als bloemenman weet het. Dit is gewoon genieten. Dit is uit de jaren 60, 70 en begin jaren 80 nog. Dan ging het echt naar een houten bak met rolluiken. Zoals de bloemen erin geladen zijn. Zoals je dat ook kunt zien in Emmers. Tegenwoordig zijn het vaak zijn het allemaal dichte auto's. Ook met koeling erop. Dat was daar nog niet mogelijk.
Dit is de wagen van de Oranjevereniging Rijnsburg. Ja, opgezoken in het oranje natuurlijk. Ja, dat hoort er echt bij natuurlijk. En daar zitten echt heel veel bloemen. Want als je er goed kijkt, hij zit echt helemaal vol met anjes, gladiolen, rozen, oranje dahlia's, oranje gerbera. Sinaasappeltjes zitten erop. En de appeltjes van oranje. En de appeltjes van oranje. En vooral de gladiolen springen er dus echt uit. Ja, bloemen uit alle windstreken van de wereld. Er zitten exoten op, er zitten rozen uit Nederland, uit het buitenland. Echt van alles zit erop. Protea's zitten erop, heliconia's, orchideeën. Echt, er zit van alles. Ik kan het bijna niet opnoemen of het is erin verwerkt. Ja. Hortensia's, kankerpoten, amigosanten, zoals je dat noemt. En het is natuurlijk de wagen van de veiling van Flora Holland. Ja, die moet ook wel een beetje uitpakken natuurlijk. Prachtig is die. Er zit ook heel veel sabinium in verwerkt. Deze is ook recht gestoken, maar er zitten ook uien en ook aubergine in. Ja, deze is ook echt helemaal in laag opgebouwd. Hè. Dus die hebben een laag bloemen en dan krijg je ook een laag aubergine als je goed kijkt. Een laag uien zitten erin. Het is echt heel laag voor laag opgebouwd. In combinatie met groenten, met bloemen. Een heel bekend programma is Heel Holland Bakt. Ik verheug me er alweer op. En deze wagen beeldt dat uit. Ja, je kan ook zien als je de bloemen ook kijkt. Die zijn ook echt in hele zoete kleuren allemaal gemaakt. Het is natuurlijk Heel Holland Bakt is gebakt, ja. Is zoet. Dus die combinatie wordt dan ook weer gemaakt. Dan kan je zien dat met bloemen kan je elke combinatie maken. Ja. En we zien ook een oven. En de taarten gaan al naar de oven in. Als we dat zo meteen zullen bekijken. Een taart. Ja, hier komt, daar komt de lopende band. Wat ook mooi is, geen auto, maar een trekker. Een tractor. Een tractor. Ja, nou dat vind ik wel heel leuk, dat past er wel bij. Ja, en vroeger was het altijd zo natuurlijk. De tijd dat we naar Leiden gingen, ging het ook met een tractor. En er zitten ook diverse soorten uien op, want wij denken dat het een ui wit is, maar dat is helemaal niet zo. Nee, er zijn heel veel soorten uien. Ja, die liggen dan beneden op de wagen. Ik vond hem heel mooi, prachtig corso, ook heel kleurrijk. Heel goed met de bloemen omgegaan, heel veel nieuwe manieren weer gezien van hoe kan ik een bloem verwerken. En dit was de 71ste corso, het moet, laten we het opgaan naar de 75. En na de Flower Parade is het alweer tijd voor de najaarsfeesten. Zoals we gewend zijn van de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn, stond het programma voor de najaarsfeesten weer vol klassiekers en verrassende nieuwe onderdelen. De feestweek in vogelvlucht. In Katwijk aan de Rijn werd er gefeest van 19 augustus tot en met 27 augustus. Op het programma stonden natuurlijk klassiekers als de truckrun en Oranje Rock, maar helemaal nieuw dit jaar was de sloependstoet ter vervanging van de gondelvaart. Het thema van de najaarsfeesten dit jaar was de brandweer, dit in het verlengde van een 125-jarig jubileum. Oh,
In al die feestelijke gezelligheid zou je bijna vergeten dat het windmolenpark voor de Katwijkse kust nog steeds een heet hangijzer is. Zowel in de Tweede Kamer als in de kustgemeente zelf. Actiegroep Verzet Windmolens laat het er nog niet bij zitten en organiseerde eind augustus een marathon paalzitten. Waarbij bekende Katwijkers een aantal uur achter elkaar, op een paal zaten. De plannen van de overheid om honderden windmolens voor de Nederlandse kustlijn te plaatsen stuiten op veel weerstand. Ook in Katwijk zijn inwoners en lokale politici niet gediend van wat door velen horizonvervuiling wordt genoemd. Als verzet tegen de windmolenparken zaten verschillende Katwijkers op 11 augustus met liefde een paar uur lang hoog in een toren op strand. We gaan even over windenergie, dat is de toekomst. Het schijnt nodig te zijn, zeggen de deskundigen. En ik geloof dat, want je moet snel wat doen. Ja. Maar dat hebben jullie al in het programma gehad, neem ik aan, waarom dat nodig is. Ja. Dus dat is ook het discussiepunt niet. Het punt is, moet je ze dichtbij zitten of ver weg? Precies. Het verschil schijnt 3 miljard te zijn. En in de liefde zal niet snel uitgeput raken. Want wij willen hier toch wel even gezegd hebben dat we niet tegen windenergie zijn. Windenergie is toch een van de bronnen die niet snel uitgeput raakt. Want Nederland, we voelen het vandaag ook, heeft bijna altijd wind. Genoeg wind. En in de liefde hopen wind. Warme wind en hopen wind. Precies. En ook vandaag is er hopen wind. Maar dat is toch ook in de liefde zo. Die raakt niet snel uitgeput, mits die liefde maar gevoed zal worden. Windmolens hebben wind nodig. Een huwelijk heeft liefde nodig. Vindt u het mooi? Dan ga ik nog even verder. Er zijn veel soorten liefde. Hè? Je hebt liefde voor je ouders. Hebben jullie nog wat voorbeelden? We hebben heel veel liefde voor de ouders, maar die bellen er helaas niet meer. Maar we hebben verschrikkelijk van onze ouders. En we hebben kinderen, hartstikke erge gasten. Klankinderen. Achterhand te gaan geven. Misschien wil bruidsmeisje Noor even naast mij komen staan. Ik heb nog een kleine taak voor je. Ga maar hier staan. Omdat jullie zo graag opnieuw je liefde willen bekrachtigen, mag ik jullie verzoeken mij deze zinnen na te zeggen. Gert, aan jou de eer. Dank u. Ah. Lieve Cora. Oh ja, lieve Cora. Ik was je al die jaren trouw. Ik was je al die jaren trouw. Weet dat ik nog heel veel van je hou. Weet dat ik nog heel veel van je hou en een soortement stapel op je ben. Beloof je voor altijd naast me te staan? Beloof je altijd bij me te blijven en niet weg te lopen? En samen verder door het leven te gaan. En samen door het leven te gaan en als dat even kan hier op Durp, dat is wel makkelijk. Cornelia, Petronella Bloot, wat is daarop jouw antwoord? Ja, edelachtbare. Het juiste antwoord. Dat het verdient een applaus. Dat dat tot in lengte van jaren zo zou blijven. En daarom stel ik voor om tot slot dit bruidspaar, terwijl we allemaal even gaan staan, lang zullen ze leven, gaan zingen. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glorie. Glorie, yeah. In de glorie. Lang
What's a body got to do to get a drink of soda pop around here? Beer, 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 beer. Terugblik op een aantal mooie evenementen. Terugblik, maar we zijn ook alweer, we gaan ook vooruitkijken. Want het volgende evenement staat alweer voor de deur. Sterker nog, het is al begonnen. De 1072ste paardenmarkt in Valkenburg. Aangeschoven aan tafel Joppe Smits, een van de organisatoren. Welkom in de studio, Joppe. Goedemorgen. Het valt mij op altijd in Valkenburg, in Rijnsburg en in Katwijk binnen heb je de 1 Oranje Vereniging. Maar in Valkenburg is er een flink aantal organisaties die allemaal hun eigen ding doen daar. Dat is de Oranje Vereniging natuurlijk, Stichting Festival, Paardenmarktcomité, Dorpshuis en de Harmonie met de eigen biertrom. Gaat het allemaal goed in Valkenburg met zoveel partijen? Nou, het is 7 jaar geleden bij de fusie is Stichting Festival opgericht eigenlijk. En dat was als eerste doel om de paardenmarkt te laten blijven bestaan, dus te waarborgen dat hij tot in eeuwigheid... Stichting Festival is de verzamelnaam voor iedereen zit erin. Over alles. Okay. En wij moesten natuurlijk in de eerste jaren iedereen op één lijn zien te krijgen en dat was al heel gedoe. En we hebben daar wel tientallen vergaderingen over gehouden met iedereen en in die tijd kwam Castel en Pop ook op als zevende wiel aan de wagen eigenlijk. Ook nog. Dus die moest er ook bij. En iedereen wil zijn eigen plasje doen. Ja, ja, ja. Dus dat was in het begin heel ingewikkeld. Maar nu, als we nu vergaderen, dan is dat gewoon Stichting Festival en Friends. Want we zijn allemaal vrienden geworden. Ja. En we doen alles met elkaar en we overleggen met elkaar. Het is nu één grote club geworden eigenlijk. Dat gaat goed. Het is een beetje een rijden in het Ja, uitstekend. En we hebben ook natuurlijk een app met elkaar. Dus als er iemand iets denkt of... gaat doen, dan komt het op de app en dan reageert iedereen. En zodoende loopt het als een trein eigenlijk. Ja, want de gids die voor ligt, is de gids van het Oranje Vereniging. Ja, ze ouderwets nog van de OOV. Die heb ik zelf ook nog 20 jaar gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Maar die blijft leidend. Maar daarnaast hebben we ook het zicht op Valkenburg. En daar heeft Castel en Pop ook 3-4 pagina's in waar ze hun programma ook specifiek aan de man brengen. Oké, okay. Ja, dat over de voorbereiding. Hè. Jullie zijn natuurlijk alweer bijna een jaar bezig met het programma van dit jaar. Het is al begonnen, hè. Afgelopen zaterdag, vrijdag zelfs, werd er al gevolleybald en zaterdag ring gereden. Traditioneel, ja. Elke vrijdagavond voor de paardenmarkt gaan we natuurlijk volleyballen. Dat is vaste prik. En we denken, nou dat gaan we toch weer niet redden om al die teams te krijgen. Maar dat gaat altijd maar weer goed en het is een... publieke belangstelling is ook enorm. Eén groot feest. In ja, het is gigantisch. Ja. En we hadden even een probleem met het dorpshuis wat gebouwd werd. Toen was het wat minder natuurlijk, want toen had je eigenlijk geen ruimte. Maar nu is dat geopend en kunnen we alle kanten. Ja, nou, de uitbaten van dorpshuis, je noemde hem al, dorpshuis. Mark wil natuurlijk ook meedoen in het feest. Die hebben wij... En die is gelijk zaterdag aan het goed van start gegaan. Ja. Die zit ook in de Vrienden van Festival. Al gelijk hebben we hem erbij getrokken. Om ook scheve gezichten natuurlijk te voorkomen, want we moeten altijd open elkaar spelen en er moet geen concurrentie worden. Nee, is begonnen met een leuke Hollandse avond, ja. Succesvol. Zaterdagavond waren zo'n 350 mensen waren gekomen en er waren ook bekende artiesten, Hollandse artiesten waren daarbij en dat was ook een goede start geweest van de markt, maar ook van de feesten. De opbouw van de kermis en de senioren. Dan gaan we toch een beetje naar dinsdagavond kijken, want dan begint het eigenlijk goed los te barsten, hè, met de Lampionoptocht, altijd een groot evenement bij jullie, de Taptoe en het marktconcert. Het kermis is open, dan begint het echte feest. Hè? Dan begint het, dus kort over acht is het bij je donker en dan zijn de lampions zichtbaar gelukkig. En dan lopen we met 3 korpsen naar het Kasteelplein waar de Taptoe plaatsvindt. En om 9:15 hebben we dan die Taptoe. En om 9:45 komt dan het concert van de Harmonie. En dat is eigenlijk de laatste jaren ook enorm succes gebleken. Ja, het is echt, de Harmonie laat zich op een heel andere wijze zien dan de traditie. Want het is echt met popmuziek, met zangers, zangeressen, alles erop en eraan. De Harmonie, versterkt. De Valkenburgers die kennen de Harmonie als club mensen die één deuntje kunnen spelen als ze buiten lopen. Maar het is meer een binnenorkest die dus prachtige concerten kan spelen. Een van de grootste componisten stukken kunnen spelen en hartstikke goed. Ja, dan is ik ga heel snel doorheen, want er zit zoveel in. Ja, want dan is het woensdagochtend. Hoe vroeg gaat dan de wekker? Nou, mijn wekker gaat wel heel vroeg, want ik moet die markt hier om 7 uur, dan beginnen mensen aan te rijden. En daar ben ik dan ook bij. Ik ben geen marktmeester, maar ik
helpt wel mee om iedereen op zijn plek te krijgen, ja, want het is een ongelofelijke chaos. Om 6 uur dan, dan ben je er wel uit. En de, maar de paarden, ik doe de markt en de paarden is meer voor Kimberly van den Nagel, mijn secretaresse. En die is dan met die paarden al om 5 uur bezig. 5 uur? Dan komen de controlanten met Friese paarden aanrijden. Van die prachtige... De paardenmarkt is toch de basis natuurlijk. Precies. Hoeveel paarden verwachten? Nou, ik denk dat er sowieso minimaal 100 paarden weer zo rond de kerk zullen staan. Dat is best veel voor de zijnmarkten, waar, waar het rust minder is natuurlijk. Nou, in het laatste jaar is het vrij stabiel en dat zijn de mooiste paarden. Ja. Het is niet zo dat daar wat ponies staan. Het zijn echt een prachtige paarden. Ja, niet ten nadele van de pony natuurlijk, maar... De laatste keer onze burgemeester, Jos Wiene, ik kan me herinneren dat hij in het verleden was te paard de markt opende. Ja, is goed. Doet hij dat nu weer? Nee. Je moet alle risico's vermijden, want in Haarlem zitten ze natuurlijk met smart te wachten. Ja. Dus, en hij is blij dat hij toch erbij kan zijn. Hij is er wel bij. Hij heeft want een week later neemt hij afscheid. Dus, ja, precies. De 20ste, 21ste. De laatste Valkenburgse markt. Ja. Nou, dat gaat dan heel lastig door. Wat gebeurt er nog meer op donderdag en ook woensdag en donderdag? Bij ons is het altijd zo dat we dan natuurlijk woensdag hebben de trekking van de loterij om 12 uur van de paardenbakcomité. Smiddags dan komt dan de oranje vereniging altijd bij ons op de proppen van 2 tot 5 bij het programma. En dat staat dan een teken van de fiets met een fietspuzzeltocht en je kan ook zelfs je fiets laten maken. Dat wordt dan weer gesponsord door Ancora en die helpt daarin mee. Daarna om 5 uur komt dan traditiegetrouw Castel en Pop. Met allerlei groepen op het podium. Oké, muziek op het plein, op het Castel en Plein. Ja. Zijn er nog nieuwe onderdelen in dit jaar in jullie programma? Waarvan je zegt van nou, dit is een leuk nieuw ding, dat springt eruit. Nou ja, het is eigenlijk allemaal traditie hier wat er gebeurt. Bij het Castel en Pop is het... de beste keus die ze kunnen maken, de beste groep, bijvoorbeeld donderdag, Plorik en de Aannemers, en dat is dan een bekende groep. En dat, daar streven zij naar om door middel van muziek te excelleren natuurlijk. En datzelfde geldt voor de OV, die ook een goede optocht voor de donderdag, hebben ze de optocht natuurlijk vergeten eventjes. En daar is net welk onderwerp hebben ze gekozen dit jaar, is de beroepen, dus je ziet iedereen langskomen. Van schoorsteenveger tot een paar jaar terug kan ik me herinneren dat de lampionoptochten de top toe compleet verregend zijn, maar hebben we dit jaar hebben we daar geen last van, denk ik. Nee, misschien een beetje de andere kant op. Nu gaat het meer over van hoeveel water gaan we binnenhalen en moeten we gaan spuiten. Tropische temperaturen tijdens de markt. Meer dan 30 graden. Wat dat betreft gaan er records gebroken worden. Ja. En dan is het weer zaak om iedereen een beetje koel te houden. Ja, ik denk dat het ook voor de organisatoren zoals wij, dat het zaak is om de boel goed in de gaten te houden, dat het niet uit de hand loopt. Ja. Want de mensen die lopen zo een zonnesteek op, om er iets te noemen. Dat moeten we niet meemaken. Nee. Dan einde van de donderdag, dan is er een tevreden Stichting Festival. Ja, ik denk het wel, want tot erbij loopt het enorm en alles loopt volgens het draaiboek eigenlijk, om het zo even populair te zeggen. En morgen nog 1 dag opbouwen en dan gaat het los. Gaan gebeuren. Jaap Smits, dank voor je komst naar de studio. Ik wens je heel veel succes deze warme dagen. Ja, en hou de boel nat, zou ik zeggen, want dan gaat het wel goed. Vooral met water. Ja, dan houdt het lang zo vol. Zeker. Dit was de eerste RTV Magazine van het nieuwe seizoen. Kijk voor meer nieuws op rtvkatwijk.nl en natuurlijk op de radio elke zaterdagochtend... RTV Magazine op de radio. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!